Om als bedrijf vandaag de dag te overleven, moet je meegaan in de digitalisering die nu plaatsvindt. Maar wat als je daarvoor niet de juiste kennis in huis hebt? Er vindt op dit moment een enorme versnelling plaats in de wereld, met name op technologisch vlak. Denk aan cloudtechnologie en alles wat we met data kunnen. Veel bedrijven hebben op dit moment in de gaten dat ze mee moeten gaan in de digitale transformatie of zijn daar al aan begonnen. Investeren ook veel geld en tijd om daarin te innoveren. Uiteindelijk blijkt toch dat ze de kennis tekort komen of de capaciteit tekort komen of de middelen tekort komen om er ook maximaal rendement uit te halen. Ik ben Raymond Terriet, directeur van Luminous Technology in Business. Wij helpen bedrijven met de digitale transformatie, mee te gaan in de technologische veranderingen. En we doen dat door het uitvoeren van projecten en het leveren van technologie en diensten. Wat we zien in de markt is dat het aantal devices, de hoeveelheid data alleen maar toeneemt en toeneemt. Dus het wordt belangrijker dan ooit om al die data te combineren op één plek, om daarmee te komen tot nieuwe inzichten die je helpen om je bedrijf verder te brengen. Uiteindelijk leidt dit tot nieuwe verdienmodellen en uiteindelijk veel snellere groei voor deze organisaties. Ik ben Marten van Milo, ik ben marketingmanager bij Luminous Technology in Business. Een van de mooie projecten waar we aan meegewerkt hebben is een project waarbij we schepen hebben uitgerust met sensoren. Al die sensoren leveren ontzettend veel data op. En door die data te combineren zijn nieuwe inzichten ontstaan. Een van de mooie successen daarbij is dat bijvoorbeeld het brandstofverbruik van die schepen met 30% verminderd is. Dat was eigenlijk niet mogelijk zonder al die data en sensoren te combineren op één plek. Een markt waar we op dit moment onze technologie veel op inzetten is de e-sportmarkt. We hebben al geruime tijd een eigen simulator, een race simulator. Dat hebben we geïntegreerd met onze cloud data platform. En daar ontstaan hele interessante nieuwe mogelijkheden voor bedrijven. Denk onder andere aan een competitieinfrastructuur, maar denk ook aan het analyseren van bereidersdata. En vandaar het ook mensen opleiden en hun rijgedrag laten verbeteren. Een afgeleide daarvan is weer de Formula E waar we bij betrokken zijn. Dus daar gaat het niet om zo hard mogelijk rijden, maar om zo zuinig mogelijk rijden. Nou, dan krijgen nu allerlei bedrijven die heel erg geïnteresseerd zijn in het inzetten van deze technologie. Het raakvlak wat wij zien in de oplossingen die we doen, is dat het vaak gaat om veel data. Een verwerking van veel data. Door het slim inzetten van technologie zijn daar eigenlijk geen grenzen meer aan. Dus kunnen we ook veel meer detailinformatie opslaan. En zijn we ook in staat om veel snelle analyses te doen op die data. Die vervolgens ook meteen weer effect kunnen hebben op processen of in het geval van de simulator op je rijgedrag. Ik denk dat het onze taak is om onze klanten te helpen en mee te gaan in de innovaties. Wat is daarvoor nodig? Nou, daarvoor is het nodig dat wij zelf ook innoveren en op een andere manier onze diensten aanbieden. Dus ook met technologische oplossingen en desnoods halffabrikaten. En die vervolgens ook configureren op maat van de klant. Ik denk met name dat ICT Nederland zich daarop zou moeten richten en bedrijven daar hun energie in zouden moeten stoppen.